Hij vertrekt op en de start is gevallen. Ik heb een galopade voor Kristal. Kristal gaat van de benen in de startfase. Aan de binnenkant ook Okumara vrijt dat goed weg. Lucky Steel gaat nog harder. En aan de buitenkant is ook Kingston Renka goed begonnen. Lucky Steel als eerste de bocht in. Kingston Renka op plaats 2. Okumara Vrijthout op de derde. Die houdt het voorbeentje ertussen, zodat Krebas er eigenlijk net niet tussen kan. Krebas wil dat toch nog graag even proberen. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Vierde plek is voor de favoriet Robertson BB. Krebas kiest eieren voor zijn geld, gaat nu één plekje naar achter en kan inparkeren als derde. En zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. Tesla kijkt achterom, leidt met Lucky Steel. Lucky Steel, een zoon van de derbywinnares Anki Kivitsov. 12-8 de opening. Tweede plek daarachter is voor Okumara Vrijthout. Derde is Kingston Renka. Het eerste paard in de buitenkant is Robertson BB. Daarachter aan de reling zijde Leonara Petnik. Dan daarachter in het tweede spoor volgt Bijou Noir. En daarachter volgt Hypnotic Smart. Hij houdt aardig tempo vooraan, Tesla met Lucky Steel. En komt als eerste in de rechte lijn voor de tribune. Gevolgd door Okumara Vrijthout. Dichterbij komt aan de buitenkant nu wel Robertson BB. Wordt gevolgd door Bijou Noir, die heel makkelijk meetrekt. En dat zijn dan de eerste 5 paarden. Met Kingston Renka ook daarbij aan de binnenzijde. Daarachter volgt aan de relingzijde Leonara Petnik. Voorlaatste is Hypnotic Smart. En de laatste hadden we nog niet genoemd, maar dat is Keizer. 19-3 de tweede tussentijd. Dat is alsof je van de 7e versnelling teruggaat naar de 5e. En dan gaan we straks een paar versnellingen weer opschakelen. Maar dat gebeurt nu nog niet. Ze gaan de Z-Turf bocht in 800 meter te gaan met Lucky Steel op kop. Lucky Steel, Robertson BB inmiddels tweede. Derde aan de relingzijde Okumara Vrijthout. Vierde is Bijou Noir aan de buitenkant. Vijfde aan de relingzijde is Kingston Renka, die een even moeilijk momentje had in de loop. En daarachter ligt Leonara Petnik aan de relingzijde. Buitenkant daarnaast Hypnotic Smart, ook die begint mee naar voren te schuiven. En dan gaat Bijou Noir naar het derde spoor. Bijou Noir pakt de koplopers aan. En de koplopers, dat zijn er twee. Lucky Steel en Robertson BB. 16-4 de tussentijd. En dit vindt Robertson BB misschien wel heel leuk. Even lekker tussen de paarden. En daar wordt hij lekker fel van. Aan de binnenkant Lucky Steel, Robertson BB. Derde spoor, galopade daar van Hypnotic Smart. Galopade van Hypnotic Smart. En het is Bijou Noir 3 dik. Uitgeschakeld, nummer 9. Nummer 9 galop. Dat was precies halverwege de Tjarda bocht. En het gevaarlijkste paard ligt op dit moment aan de binnenkant. Ligt vast en nu niet meer, want Robertson BB springt. Uitgeschakeld. Nummer 5, nummer 5. Daar komt Okumara Vrijthout vrij en die gaat heel strak. Okumara Vrijthout aan de buitenkant, Bijou Noir aan de relingzijde, Lucky Steel. Alle drie kunnen ze nog winnen, maar Lucky Steel heeft nog steeds voorsprong. Lucky Steel laat zich ook niet pakken. Lucky Steel, laatste 500 meter, 13-9. Met Tesselaar loopt hij naar huis. Bijou Noir pakt de tweede plaats. Okumara Vrijthout derde, 15-5 voor de winnaar.